Maar als je ook kijkt naar de manier van aanpak, hoe je dan via Poont dan iemand interviewt, heel direct, zeg maar, denk je dat dat ook bij jou past? Nou, dat is dus op een gegeven moment ook waarom ik daar ben weggegaan. Ik heb er 2 jaar gezeten. Ik had mijn eigen stijl, dus er werkten natuurlijk allemaal verschillende verslaggevers. En Rutger, en Jan Roos, en Danny Goossen, Daan Nieber. Nou, die hadden allemaal hun eigen stijl. Ik had ook mijn eigen stijl. En inderdaad, dat trappen om het trappen, dat is nooit mijn ding geweest. Ja. Maar ik hou wel van mensen kritisch aan kunnen spreken. Hè? Dus mensen, niet iedereen op straat. Dat vind ik niet hoeven. Maar de mensen die aangesproken mogen worden, dat zijn politici of bestuurders of noem maar op. Nou, die mogen stevig maar aangesproken worden. Maar het is natuurlijk een journalistiek platform waarbij dus ook sprake is van brutaliteit en sensatie. Wat voor invloed heeft dat dan op de journalistieke waarde van een omroep? Nou ja, ik kan nu natuurlijk niet meer voor hun spreken, want ik ben daar al heel lang weg. Nee. Ik vind, en dat was wat ik zei, dat is ook de reden voor mij dat ik na 2 jaar dacht, dit is niet mijn plek, want ik hou niet van trappen om het trappen. Het moet geen spelletje worden, het moet wel een doel dienen. En dat vond jij toen? Wat zei je? Dat het een spelletje werd, zeg maar. Vond nou, je dat? Ik op een gegeven moment dacht ik, ja, dit schuift een kant op waar ik me niet meer thuis bij voel. Maar ik heb hele leuke gesprekken gehad. Ik deed elke, dit is de ministerraad, elke vrijdag. Ja, je ziet hoe leuk dit gesprek is. dat was altijd heel, heel erg gezellig. En politici die verheugden zich, de ministers verheugden zich daar ook op. Die belden vaak van, wat is de vraag waarmee, weet je wel, waar staat? En dan zaten ze in hun dienstauto al een leuk antwoord te bedenken. Dat vond ik heel erg leuk. Dat was mijn insteek. Dus vaak met een lach en niet zozeer met een gestrekt been. En soms wel als het nodig was. Maar... Dus je denkt dat het door de jaren heen wel is veranderd als je daar naar kijkt? Absoluut. Ja, wat ik zeg, alle nieuwsmedia zijn meer die kant opgeschoven. Ik zeg niet dat ze letterlijk hebben overgenomen wat Poont deed en doet. Maar het heeft absoluut effect gehad. En ik vind ten goede, ik vind als je volksvertegenwoordiger bent, dan moet je in staat zijn om echte antwoorden te geven. En niet alsmaar, dat gebeurt natuurlijk nog steeds nu vaak, cassettebrandjes afdraaien. Dat is ook je taak als journalist om daarop in te grijpen. En ik vind maar dat, Poont interviewt natuurlijk niet alleen maar volksvertegenwoordigers, ook gewoon... Nee, en dat vind ik ook, dat is wat ik net zei. Dus ik vind dat gelden voor mensen die aangesproken kunnen worden op... Die dus een bepaalde functie hebben en die verantwoordelijkheid hebben in onze samenleving. Of dat nou hoge bazen bij zorgaanbieders zijn, of politici of bestuurders. Maar niet zomaar mensen op straat. Dat is niet waar ik voor sta. Nee. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Vond je het niet leuk? Doe het dan ook. En voor de hele video, kijk in de beschrijving.